Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. In deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig je YouTube afspeellijst kunt sorteren. Om je afspeellijst te gaan sorteren in je YouTube afspeellijst ga je rechtsbovenin naar het icoon en klik je op Create Studio. Vervolgens ga je naar de linkerkolom en klik je op Videobeheer. Vervolgens klik je op Afspeellijsten. En dan zie je hier rechts een knop bewerken. Dan selecteer je de betreffende afspeellijst en dan zie je dus alle video's onder elkaar die binnen jouw afspeellijst zich bevinden. Als je dan dus de volgorde probeert te veranderen door gewoon te selecteren en te slepen, dan lukt dat dus niet. Nee, je moet echt met je muis. Precies aan de linkerkant van een video en dan verschijnen er een paar puntjes, heel slecht te zien en daar moet je dan op slepen. Dus super ongebruiksvriendelijk, Geen idee waarom YouTube dat zo heeft bedacht, maar het is nu eenmaal zo. Vervolgens is er ook nog een andere manier. Als je helemaal naar rechts gaat en naar meer, dan kun je dus heel eenvoudig, als je op meer klikt, kun je naar boven verplaatsen of eentje naar beneden. En je kunt er ook nog het instellen van een thumbnail voor een afspeellijst. Dus dit is eigenlijk heel makkelijk de manier om je YouTube afspeellijst te gaan sorteren. Heb je iets aan deze YouTube video gehad? Geef ons even een like en abonneer je even op dit kanaal. Mocht je toch nog steeds een vraag hebben, stel hem hieronder en ik ga hem voor jou beantwoorden. Ik wil jou bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Weet je niet hoe je een YouTube afspeellijst moet maken? Bekijk dan deel 13 of natuurlijk het volgende deel, deel 25, een YouTube afspeellijst verwijderen. Of het laatste deel van deze YouTube cursus, deel 26, je de YouTube account volledig verwijderen.